Nou, dames en heren, gezellig weer dat jullie kijken naar het Marktpraatje. Zeker. Nou, dames en heren, ik zal ons weer even voorstellen. Arvid, Edwin, ik ben Ed en hier hebben we de directeur weer. En waar waren we deze zondag? Deze zondag waren we op de wielerbaan in Alkmaar van Stichting Rommelmarkten Egmond. Zeker. En het was midden in een wielerbaan. Ja. Het was midden in een wielerbaan, zo. Ja, het was wel leuk om daar te zijn. Ja. Een unieke locatie. Ja, zeker. Ja. Ja. Heel apart om in zo'n kombocht te zitten. En dan ook gewoon dat, ja, daar beneden te staan. Zeker ook dat we daar boven stonden. Ja. En dat je ook echt de baan in kunt kijken. Het is best hoog zo'n ding. Ja, maar dat is ook wel een uitdaging met de kar even met de spullen naar beneden. Ja, zeker. Het was wel eens van 30 graden of zo. Ja, zoiets. Ongeveer. En daar lagen dan platen overheen. En met die platen moest je de karren naar beneden drukken. Ik moet wel zeggen, de organisatie had het goed opgelost. Er was namelijk een jongen die iedereen hielp met grote zware karren om hem tegen te houden, om naar beneden te brengen. Zeker. Dus, dat was top. Ja. Ja. Gelukkig kwam alles netjes heel naar beneden. Ja. Ja. De knuffels waren er ook niet afgevallen, die twee grote. Nee. 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 Inderdaad. Nee. Het is allemaal goed gegaan. Ja. Nou, ja. Ik in het begin wel een hard hoofd in, moet ik wel eerlijk zeggen. Ja. Ja, maar ja, wat gebeurt er met de eerste? Die, volgens mij, nou ja, die grote knuffels hebben het niet eens gehaald tot op de kraan. Dus, want de eerste kar kwam aan en toen werd er wel meteen gevraagd, wat kost die grote hond? Ja, dus die was weg. Ja, en dan kom jij nog weer terug, waar is die panda? Ik zei, nou ja, die heeft die mevrouw nou gekocht. Ja, precies. Dus die zijn ook weer weg. Die hoeven we niet meer mee te nemen. Lekker veel ruimte. Ja, kunnen we weer andere dozen per neerzetten. Ja. En dan komen we daar ook weer aan en wie staat daar zo achter ons? Ja, Frits. Ja. Dat was wel echt heel gezellig dat Frits er weer bij was. Zeker weten. Ja. Het is de tweede keer dat we letterlijk achter hem staan. En naast hem, hij heeft ook nog naast ons gestaan. Ja, schijn achter ons. Ja, wel wat verder op. Ja, maar het is altijd wel gezellig altijd met Frits, weet je? Ja, nee, zeker wel. Ja. Hij wil altijd, moet ik wel zeggen, hij heeft altijd van die oude spulletjes, van die hefdingetjes. Ja. En altijd van die, dit keer had hij ook een zakje van die bellen, ik ben er al helemaal gerinkeld van. Hij zegt hij, ik moest even testen. Ik zeg, Frits, kom op nou. Inderdaad. Ja, maar hij moet wel aandacht trekken. Ja, zeker, zeker. Daar zijn die bellen goed voor. Ja, zeker, zeker. Maar even terug te komen op de wielerbaan. Ja. Gewoon dat we echt gewoon tussen die kombochten stonden. Zo. Eigenlijk in dat hele mooie cirkeltje daar beneden. Ja. Stonden ook gewoon lekker middenin, bijna. Ja, en dat was een geweldig. De stichting Rommelmarkt Egmond heeft ons expliciet toestemming gegeven om over de wielerbaan heen en weer te lopen. En daar te filmen. Dus kijk onze short, dan kun je zien hoe de wielerbaan eruit ziet. En zeker van bovenaf. Ja. Want dat was toch wel echt heel erg leuk. Ja, zeker. Dat is toch wel echt een prachtig show. Zeker. En volgens mij kunnen we het ook zien vanuit de hoek van de Marktfit, toch? Zeker weten, want dat hebben we helemaal bovenop hebben we dat opgenomen. En dat gaan we nu even bekijken, mensen. Yo mensen, dit is een nieuwe Marktfit. En we staan weer op de markt in Alkmaar op de wielerbaan. En we staan hier vandaag met... Ik ben Esther de Smit. En ik ben organisator van de Rommelmarkt in Alkmaar. Maar wat is precies je taak hier op de markt? Ik probeer alles in goede banen te leiden. De mensen naar hun plekken te brengen als ze hun plek niet kunnen vinden. Okay. Ik doe de kassa, ik haal de kraamhuur op. Een beetje manetje van alles eigenlijk. Oké, nee, dat klinkt inderdaad als een veelzijdig beroep. Ja, dat klopt. Dat is zeker weten. Sta je zelf op de markt? Nee, niet meer. Ik heb hier vroeger altijd gestaan met de vorige eigenaar. Okay. En, en op een gegeven moment werd het overgenomen door een goede vriend van mij. En sindsdien doen wij het samen met een klein groepje. Oké, gaaf hoor, dus, gaaf hoor. Ja. En met wat voor spullen stond je dan op de markt? Ik stond gewoon met allemaal keukengerei, huistuin en keukenspullen eigenlijk allemaal. Oké. Dus het, dus... Nou, hartstikke leuk. En zo zeggen, wat vind je het leukste van de markt? De gezelligheid. De mensen en spulletjes vind ik ook. Ik hou daarvan. Ja, dat vinden wij ook. Dat vinden wij ook. Ja. Zeker weten. Ja. Heb je trouwens nog een tip of een weetje voor de kijkers thuis? Kom een keertje kijken. Dan zien jullie zelf hoe het hier is. Hoe gezellig en hoeveel mensen en hoeveel kramen.
Ja. Dus we zien jullie graag verschijnen. Nee, zeker weten. Dankjewel Esther voor dit leuke interview. Dankjewel. En dit was Mark. Ja, nee, dankjewel, dankjewel. Dit was Marktfit en we gaan terug naar de studio. Nou, dames en heren, je hoort het van Esther. Kom gewoon naar Alkmaar, naar de wielerbaan een keer. Zeker. Als ze daar weer markt hebben. Dat was geloof ik oktober ergens weer, dat ze weer de eerste hadden. Ja, weten we niet precies, maar het staat hieronder, dus... Kom gezellig een keer, kom een keer gezellig kijken daar. Het is echt een unieke locatie. Ja, zeker. Ja. Ja. Het is heel apart. Zeker buiten. Maar in ieder geval, ik moet wel weer zeggen, we hebben weer lekker veel gekocht vandaag. Ja, zeker lekker veel verkocht. Ja, de gaten sloegen weer in de kraan. Ja. Niet letterlijk, maar gewoon de spullen zijn dan weg. Ja. Het zou wel heel erg dramatisch zijn. Ja. Gewoon het is weg, bam, de hele kraan oploft. Dat is allemaal spectaculair. Ja, dat is wel niet. Nou ja, in ieder geval de gamekonsoles zijn weg. Ja, de gamekonsoles zijn weg. Hele berg kleding weg. Ja. En nog een hele zooi games. Ja. Hele zooi PS. Twee spellen? PS2, ja. Ja, hele stapel. PS2, ja. Hij wou ze allemaal in één keer meenemen. Allemaal in één keer meenemen. Ja, nou ja, dat soort klanten moeten we nou eenmaal hebben. Weet je, dat is leuk. Weg. Maar we hebben weer nieuw. We hebben ook weer nieuw gehaald. En wat heb jij gekocht bij de buurvrouw? Dat is ook wel een leuk verhaal. Ik had die nurse toch, kwam er mee aanlopen. Die hele zo kwam het aanlopen, alle nurse. Ja. Die heb ik dan gekocht van de overbuurvrouw. Maar wel met een mooi verhaal erbij. Want zij staat daar voor de kleinkinderen. Oké. Ja, die komen dan met een bakken met speelgoed, wat ze nu willen hebben. En dan zeggen ze, vragen ze aan oma, kunt u dat verkopen voor ons? Dan vindt oma, die zegt, nou natuurlijk wil ik wel doen. Maar dan, het begin van het seizoen, dan neemt oma het mee. En als oma het einde van het seizoen alles verkocht heeft, dan krijg je het geld pas. Oké. Dat is mooi. Dus als ze op vakantie gaan, zo meteen, met de zomervakantie, krijgen ze een mooi zakcentje mee. Om daar wel leuke dingetjes te kopen voor zichzelf, of misschien iets leuks te doen. Dus dat was best wel voor een goed doel. Ja, dus ik heb me toch wel iets meer voor betaald, ook anders dan zelf voor betalen. Want het is toch voor een goed doel. Ja, voor zo'n kleine, misschien potentiële fan. Ja, en dat weet je maar nooit. Nee, precies. En onze koffer zit weer helemaal vol. Ja, past er niet eens meer in. We hebben tegenwoordig een doos extra mee. We hebben best een grote koffer, weet je. Ja, het is zo'n grote, oude, jaren 50 reiskoffer. Maar, ja, zeker. Wij hebben er een nerves in zitten. Ja, precies. Ja. Dus mensen, kom de koffer lezen. Ja. We hebben nerfs zat. Ja. Alle soorten en maat. Ja. Van klein tot te groot. Zo. Zo. Ja. Zo ongeveer. En zo. Zo. Alle kanten op. Maar dan wou ik nog wel even zeggen, het was wel weer een hele gezellige dag zo. Echt nog bedankt voor de organisatie. Zeker, hartelijk dank. Echt voor alle steun er eigenlijk ook in, met de kar naar beneden en weer naar boven te krijgen. Ja, en de toestemming en alle andere dingen. Ja. Stichting Rommelmarkt Egmond, dankjewel. Ja, hartelijk dank. En tot de volgende keer. Zeker de volgende keer. Ja. Mooi weer op de wielerbaan. Ja, zeker. Ja. Dat was hartstikke leuk. Dus dan met andere woorden, dus wil ik zeggen, kom volgende week weer naar Heemstede. Heemstede. Klopt. Bij Mickey. Zijn we weer in Heemstede bij Mickey. Ja. Zeker weten. En dus bij deze wil ik voor de rest nog even zeggen, dames en heren, fijne avond. En tot de volgende keer. Yo.